Heb jij vaker links achterin gespeeld? Ja, wel eens. Bij NEC ook wel eens. Ja, het is geen gebruikelijke positie voor mij, maar ik ben er wel bekend. Ja, en hoe bevalt het als je daar moet spelen, zoals van de week in die oefenwedstrijd tegen Jong FC Groningen? Ja, het is natuurlijk heel anders. Verdedigend ja, is niet mijn sterkste kwaliteit. Ja, je doet het zo goed mogelijk en je vult het op je eigen manier in. Maar ja, goed, het is wel heel anders dan een aanvallend ingesteld spel. En ja, het vraagt wel een heel ander type spel. Ja, moet je je ook echt aanpassen in je hoofd? Moet je anders denken op die plek? Ja, tuurlijk. Er zijn vaak momenten dat er een aanval is. En dat de bal op dat moment net uitgehaald wordt aan de rechterkant. En dan wil je eigenlijk meegaan, omdat je dat gewend bent. Maar goed, dan heb je te maken met een directe tegenstander. Ja, die ook in de counter gevaarlijk kan zijn. Dus dan moet je blijven. Is het nou, bedenk ik me, voor jou een voor- of een nadeel dat je multi-inzetbaar bent en links voorin kunt spelen, links op het middenveld, wat je favoriete plek is, ja. Links achterin, is dat nou fijn of juist niet? Het is fijn als je vaak, als je eigenlijk net buiten de boot valt, maar veel geblesseerde spelers hebt, dan is het fijn, omdat je toch veel aan spelen toekomt. En ja, dat is hier bij Feyenoord momenteel niet het geval. Iedereen is gelukkig fit. Ja, en als je dan geen vaste basisplaats hebt, dan moet je even wachten en wachten op een kansje. En ja, goed, op dit moment is het voor mij misschien een voordeel dat ik daar kan spelen. Ja, maar kan het ook een nadeel zijn, omdat de trainer dan niet precies weet voor welke plek hij jou zou moeten neerzetten? Daar is wel duidelijkheid intern over. Dat hij mij echt eigenlijk als een hangende linksbuiten ziet en eventueel op het middenveld. Maar daar is onderling wel veel duidelijkheid over. De moderne linksback is ook een halve aanvaller, hè? Soms zelfs een hele aanvaller. Misschien zelfs wel tegen RKC, waar jullie de overhand zouden moeten hebben. Dat is wel weer goed voor jou, denk ik. Ja, wat dat betreft. Ik ben geen echte verdedigende linksback. Wat je zegt, dat je tegenwoordig eigenlijk heel veel gemaakte backs ziet. Die veel aanvallend meedoen, veel eroverheen gaan. Maar goed, we moeten zien wat de trainer gaat doen. Ik weet het niet. Hoe was die oefenwedstrijd van de week voor jou persoonlijk? Het is altijd goed om te spelen. Alleen daar speel je in principe ook, speelde ik ook linksback. Natuurlijk ook met het oog op deze wedstrijd. Ik vind het fijn om altijd een wedstrijd te spelen. Dus ik speel liever dan dat ik train. Dus wat dat betreft is het altijd lekker. En ja, voor mij was het natuurlijk wel iets extra's, omdat ik moest laten zien wat ik op die positie kan. Vorig seizoen ging het mis in Waalwijk. Heb jij vertrouwen dat het nu wel goed komt? Ja, dat denk ik wel. Gezien hoe wij momenteel draaien, moeten wij daar winnen. En je gaat nu een reeks in net voor de winterstop, waar wij eigenlijk vorig seizoen heel goed gepresteerd hebben. Dus ja, als wij per wedstrijd bekijken en wij gaan die laatste 5, 6 wedstrijden winnen, ja, dan wil ik nog wel zien waar wij staan eind van dit kalenderjaar. Dank je wel. Ja.